Er is mogelijk een relatie tussen de blinde darm en de ziekte van Parkinson. Maar hoe dat precies zit, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal. En dat komt omdat er verschillende onderzoeken zijn geweest. En die hebben eigenlijk allemaal wat verschillende resultaten laten zien. Sommigen geven aan dat het verwijderen van de blinde darm het risico op de ziekte van Parkinson verhoogt. Anderen lieten zien dat het verwijderen van de blinde darm het risico op de ziekte van Parkinson juist zou verlagen. En er zit heel veel verschil in deze onderzoeken, in de zin dat sommigen bijvoorbeeld maar een paar jaar na het verwijderen van de blinde darm hebben gekeken of iemand Parkinson had. En anderen wel 20 tot 30 jaar na die tijd hebben gekeken of iemand de ziekte van Parkinson had. Het is dus erg lastig om hier een eenduidig idee bij te bedenken, een hypothese die we kunnen testen om te kijken wat nou de rol van de blinde darm bij de ziekte van Parkinson is. Ik denk dat het heel belangrijk is om allereerst goed te kijken naar hoe lang de periode was tussen het verwijderen van de blinde darm en het krijgen van de ziekte van Parkinson. Het zijn namelijk onderzoeken die alleen maar een verschil lieten zien als iemand binnen 5 jaar Parkinson kreeg. Maar als we beseffen dat Parkinson mogelijk al veel eerder begint dan dat iemand de diagnose krijgt, 20 jaar van tevoren misschien al wel, dan heeft iemand op het moment dat de blinde darm werd verwijderd al Parkinson als 5 jaar later de diagnose wordt gesteld. Dus die onderzoeken zijn misschien wat minder relevant als het gaat om het aantonen van een oorzaak tussen het verwijderen van de blinde darm en het krijgen van de ziekte van Parkinson. Als we dan kijken naar de onderzoeken waarbij er wel lange tijd tussen het verwijderen van de blinde darm en de ziekte van Parkinson zit, meer dan 10, 20, soms wel 30 jaar, dan nog zien we dat er een bepaalde tegenstrijdigheid is. En als ik dan zelf even hier hardop mag nadenken wat dat mogelijk zou kunnen verklaren, dan zou dat mogelijk kunnen doordat een blinde darm meestal wordt verwijderd wanneer deze ontstoken is. Dus we hebben een ontstekingsreactie en we weten dat als we ontstekingsreacties in de darm hebben, dat het risico op de ziekte van Parkinson ook wat verhoogt. Zo hebben mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, een inflammatoire of ontstekingsziekte in de darm, hebben ook een wat verhoogd risico op het krijgen van de ziekte van Parkinson. Dus zou het ook heel goed kunnen dat wanneer iemand een ontstoken blinde darm heeft gehad, dat ook het risico op de ziekte van Parkinson verhoogt. En wat dit idee ondersteunt is dat wanneer de blinde darm wordt verwijderd en iemand bleek achteraf geen ontsteking te hebben, wat helaas nog wel eens gebeurt, dan heeft iemand juist een wat verlaagd risico op het krijgen van de ziekte van Parkinson. Nou, dit is een idee wat ik nu zo formuleer. Of dit echt zo is, zullen we met verder onderzoek moeten uitvogelen. Maar dit zou mogelijk de tegenstrijdigheden in de resultaten kunnen verklaren. Wat wel belangrijk is om op te merken, is dat ook al wordt er gesproken over een verhoogd of een verlaagd risico, het is nu niet de bedoeling dat we allemaal onze blinde darm laten verwijderen. Want zo'n verhoogd of verlaagd risico, dat gaat om een aantal procenten. Bijvoorbeeld, er is één onderzoek dat liet zien dat na het verwijderen van de blinde darm iemand 19% minder kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson had. Dat moeten we wel even in perspectief plaatsen. Boven de 60 jaar heeft iemand normaal gesproken 1% kans om Parkinson te krijgen. 19% minder kans betekent dat iemand nu ongeveer 0,8% kans heeft om Parkinson te krijgen. Het gaat dus echt om hele kleine verschillen. En het is dus niet zinvol om zomaar de blinde darm te laten verwijderen.